71 jaar is Ann Hartman nu en het liefst had ze nooit afscheid genomen. Want ondanks alles wat ze heeft meegemaakt, het was haar lust en haar leven. Dat is gek zeker, hè? Om het zo te zien. Heel erg gek. Ach, misschien moet het wel zo zijn. Ik heb het gehad en ik heb met plezier gewerkt, laat ik het zo zeggen. Tot kijk, hè? Ja hoor. Naast al het plezier was er ook veel leed. 19 keer werd de tabakzaak overvallen. In 1993 kwam Ann's man André daarbij om het leven. Toch ging ze door. Je kan er niet mee leven met een overval. Elke dag eraan denken en elke dag de zenuwen hebben. Nee, zo kon ik niet leven. Dus ik ging gewoon door. Gewoon knop omdraaien en dan maar aan leuke dingen denken. In maart opent de eigenaar van de naastgelegen koffieshop een kledingwinkel in de voormalige tabakzaak. Ann is blij dat haar buurman in het pand komt. Dat wordt natuurlijk een heel ander soort bedrijfje. En wat ik heel erg zou waarderen door mevrouw Hartman onze nieuwe zaak zou willen openen. Maar dat hebben we al doorgenomen met elkaar. En wat gaat u doen? Ja. Ik ga hem helpen. Ik blijf hem helpen. En er moet natuurlijk een immemorialbordje komen voor wat hier gebeurd is. Dat vind ik zelf heel belangrijk, dat het nooit en nooit vergeten wordt. Ja, er zijn dingen wat niet moet gebeuren natuurlijk in het leven. Het gebeurt. Dus dat fijn voor u? Ja, heel lief van hem. Ik hoop gewoon dat het bordje hem geluk brengt.